Ja, daar vraag je dan ook om natuurlijk als je zo'n dans speelt. Een Tedesca van Giorgio Mainerio.
Yeah.
Applaus voor Vox Luminis en Capriccio Stravagante Renaissance Orchestra aan de lijn van Skip Sempé. Het eerste gedeelte van het concert rondom Monteverdi. En het gaat nu verder. Ik kan u vertellen dat applaus was voor een dans van Giorgio Mainirio. En daarbij Skip Sempé. Die liep even van zijn klaverzimbel naar achter. Naar de achterste gelederen van zijn grote orkest. Om daar de tamboerijn ook te hanteren. En dat krijg je met zo'n springerige dans. Zoals een dans betaamd te zijn. Dat raakt. Dat zorgt voor applaus bij het publiek. Inmiddels het voltallige ensemble Vox Luminis. Voor muziek onder andere van een van de voorgangers aan de San Marco van Claudio Monteverdi. Zometeen Andrea Gabrieli. Passi Sparsi op tekst van een sonnet van Petrarca. Passi Sparsi. En daarna twee langere werken van Claudio Monteverdi. Confitebor en daarna het Dixit Dominus. Allebei psalmzettingen. Thank you.
Exaltado, 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 exa
ziet Dominus. En daarvoor Confiterbor uit de Selva Morale in Spirituale van Claudio Monteverdi. En daarvoor klonk Opassi Sparsi van Andrea Gabrieli. De tekst van Petrarca. Uitgevoerd door Vox Luminis, het vocale ensemble. En daarbij Capriccio Stravagante, Renaissance Orchestra onder leiding van Skip Sempé. Thank you.
statige passamezzo van Giorgio Mainerio. Dan nu nogmaals Claudio Monteverdi en de namuziek van een van zijn leerlingen, Heinrich Schütz. En Heinrich Schütz nam de stijl van Monteverdi, vooral ook de meerkorigheid, mee terug naar het noorden. En daar werd hij wel, of daar groeide hij uit tot de vader van de Duitse muziek, maar hij was dus wel schatplichtig aan zijn Italiaanse vader. Claudio Monteverdi. En van Heinrich Schütz klinkt straks het Alleluia, Lobe den Herrn. En daarvoor Claudio Monteverdi, Beatus Vir uit zijn Silva Morale.
Yeah.
Halleluja, lobe den Herren van Heinrich Schütz als slotstuk, magistraal slotstuk in het concert rondom Monteverdi Schütz.
Een van de leerlingen van Claudio Monteverdi. Applaus hier. Inmiddels staande ovatie. Grote zaal Tivoli Vredenburg voor Vox Luminis. Onder leiding van Lionel Meunier. En daarbij Capriccio Stravagante Renaissance Orchestra. Onder leiding van Skip Sempe. Skip Sempe, de algehele muzikale leiding van dit programma, van dit concert. Eerst Vox Luminis mocht staan van Skip Sempe. En daarna zijn eigen ensemble daarbij. En ze draaien nu naar alle windstreken van deze zaal om daar het applaus met een buiging om ontvangst te nemen. Magistraal applaus ook volgend op dit magistrale concert. Volle glorie van beide ensembles. Eigenlijk pas onthuld in dat laatste werk van Schütz. En het applaus maakt even een crescendo voor de cornetist van vanavond. Dat is Doran Sherwin. Een van de virtuozen van dat orkest. Van Skip Sempe. Duomo Suni, concertmeester. En hij laat nog meer mensen staan, buigen uit Capriccio Stravagante Renaissance Orchestra. Skip Sempe, die ook nu weer, net als voor de pauze, even naar achteren liep vanaf zijn klaverzimbel om daar ook weer de tamboerijn te hanteren in een van de dansen die hier klonken. En misschien, ik zie hem wel knikken. Als in, ja hoor, we doen een toegift. Komt-ie. De toegift, het begin van de Maria Vespers van Claudio Monteverdi Vox Luminis en Capriccio Stravagante Renaissance Orchestra onder leiding van Skip Sempe.
met wapperende handen en wapperende haren gedirigeerd vanaf het klaversymbool door Skip Champagne. En hij loopt een beetje verontschuldigend de trappen af naar de catacombe. Zo van, ja, volgens mij is dit het wel. Dit is de toegift waarmee u het moet doen. De toegift, maar tegelijkertijd ook wel, ik kijk even naar jou Michel. Het toegift, maar ook wel een hopelijk een belofte op meer, toch? Als je dit zo hoort. Die laatste werken, volle glorie van zowel het vocale ensemble als het orkest. Het publiek is enthousiast genoeg, dus dat smaakt naar meer. En ook even de koorleden worden nog even door Skip Champagne. De koorleden worden ook door Skip Champagne in het zonnetje gezet. We mogen allemaal op het podium komen. Eén voor één. En Champagne die staat met zijn bloemen ook weer een beetje verontschuldigend. Zo van ja, maar ze zijn niet echt voor mij nu al, want ze zijn eigenlijk wel voor Vox Luminis. En die krijgen ze dan ook. In ieder geval, Lionel Meunier heeft er al een paar te pakken. De bloemen van de avond. En ze wuiven naar elkaar. Het was een mooie samenwerking, interessante samenwerking van deze twee ensembles. Voorheen ook artist in residence van het Festival Oude Muziek. En nu dus samen. Ze gaan verder een reprise maken in oktober in Parijs en later nog meer. Ja, en je merkt, het is een wisselwerking. Het extravagante, het exuberante van de muziek van Schütz en Monteverdi op het einde, dan die toegift, maakt ook heel wat los bij het publiek. Het introverte waarmee ze veel van de avond hebben doorgenomen met ons, dat stemde ook weer wat meer tot introspectie bij het publiek. Ik heb dan toch een beetje het gevoel van Michel. Een heel groot, fantastisch koor met zoveel volume. En dan, ja, er had toch zoveel ook nog uit kunnen komen. Laat ik het zo zeggen. Ze hadden het allerbeste voor het einde bewaard. En ze gingen helemaal los in dat laatste stuk. Ja. Save the best for last. Maar ik weet niet. We krijgen een glimlach van Skip Champagne. Ik weet niet of dat betekent dat we nog een toegift krijgen. Het publiek doet in ieder geval alles aan om dat los te krijgen. Ondertussen loopt dat publiek weg. Maar dat is op het Festival Oude Muziek geen waardeoordeel. Want die gaan altijd weer, die mensen, publieks verlaten. Ze gaan altijd vaker weer naar een volgend concert. Skip gaat iets zeggen. Als jullie het echt willen, dan wil ik nog wat kamermuziek doen als toegift. Als u dat echt wilt. Nou, vanzelfsprekend willen we dat. Dus een kleine bezetting. Gaan we nog even wat meer genieten. Skip Champagne neemt even door wat er impromptu nog te horen zal vallen. Het zou zomaar kunnen dat het een van de madrigalen is uit de eerste helft van het concert. Door twee dames van Vox Luminis gezongen. Ik bied jullie dit stuk aan omdat ik een van de mooiste stukken vind die er ooit geschreven zijn. En om het met deze mensen uit te voeren, dat is heel bijzonder.
Als toegift, als tweede toegift, was dit het madrigaal Ohemet Dove Mio Ben van Claudio Monteverdi. Gezongen door Victoria Cassano en Sara Yeghi. Stemmen, zangeressen van Vox Luminis. Een kleine bezetting dus. Een van de mooiste stukken aller tijden. In ieder geval van Monteverdi, volgens Skip Sempay. En dat bood hij ons nog eens even aan. Als extra toegift naar het mooie concert rondom Claudio Monteverdi. Terwijl de zaal probeert nog een toegift los te peuteren, dat voorspel ik u. Ga ik toch even, we gaan richting de klok van 10:30 al. Michel, hebben we eigenlijk hier nog iets aan toe te voegen? Deze toegift was nog mooier, intenser en nog meer betrokken en urgent dan tijdens het concert. Een heel mooi slot, heel ontroerend. Dankjewel Michel voor vanavond, voor hier bij te zijn en jouw licht op Monteverdi te werpen. Graag gedaan. Ja, prachtig inderdaad wat je zegt. Het grootste aan het slot van het concert en dan ook het intieme van diezelfde Monteverdi. En zo zijn we eventjes, waren we ons eventjes in Venetië van de 16e en de 17e eeuw.